Hallo dames en heren en welkom bij de allereerste League Racing video hier op mijn YouTube kanaal voor F1 2021. Veel mensen van jullie weten dat ik voor Slipstream League Racing rijd al een aantal jaar, ook wel SLR genoemd. En het League seizoen is weer begonnen, dus we zijn weer begonnen met video's ook van League Racing. Veel mensen hebben hier naar uitgekeken, ikzelf uiteraard ook. Altijd weer fijn om op een nieuwe game te gaan League racen. Voordat we met de video beginnen neem ik jullie mee door het deelnemersveld dit seizoen. Astro Boys is een subtoprijder, middenmotor, die ook al een aantal jaar in SLR rijdt. En Vexit, in-game heet hij nu Luke Smit, is een hele snelle rijder. Shazoo rijder ook, e-sports niveau. Dan hebben we in Ferrari, hebben we mezelf en Danico zitten. Danico rijdt nog langer dan ik bij SLR, is de laatste paar seizoenen echt ontzettend gegroeid en ook sneller geworden. Julian zullen veel van jullie kennen nog van Raystars. Heeft ook seizoen 4 van SLR gereden. Is toen kampioen geworden. Snelle rijder als die oefent. En Jay is ook een hele snelle Nederlandse rijder. Sowieso veel Nederlanders in deze league. Marine en El Sonny kennen jullie zeker de weten nog van Raystars. Hebben mijn pace als ze oefenen. Hetzelfde geldt voor ons. Wij moeten ook blijven oefenen om die pace te houden. Het zal interessant zijn tussen ons drieën. Bailey Thompson rijdt ook al een paar jaar voor SLR. Als die oefent, kan die races winnen. En Julius, oftewel Julius van Ieperen, is ook nieuw in SLR. Nog niet heel duidelijk wat zijn pace zal zijn, maar hij zal er zeker af en toe tussen zitten. Justin en Rainbow zitten in de Alpine. Justin rijdt nu een aantal jaar ook voor SLR en is ook een beetje subtoprijder. Rainbow rijdt ook een beetje e-sports pace, net iets langzamer. Ik denk dat we wel met hem kunnen vechten dit seizoen. Fox rijdt ook al een paar jaar voor SLR, een beetje middenmotor. En Damien, ook een Nederlander, ook snelle pace, zal ook regelmatig voorin te vinden zijn. Mackender, vorig seizoen ontzettend vooruit gegaan in SLR, zat er af en toe voorin bij. Zullen zien wat hij moet. En Dane the Dangerous komt uit tier 2 en kan wellicht ook af en toe verrassen. Ja, Jari Fits dan. Jari is een kijker van mijn YouTube-kanaal. Is toen gaan simracen en zit nu al tegen e-sports aan. Deze jongen is ontzettend snel. Ook nog jong, dus die kan nog heel ver gaan komen. En naast hem zit Luca. En Luca is ook een rijder om zeker rekening mee te houden. Absoluut snel. En dan hebben we nog Koppie en Ethnic. Koppie kennen jullie allemaal wel van andere League Race video's. De kampioen van seizoen 2. En naast hem zit Ethnic, de kampioen van seizoen 1. Ook een hele snelle rijder. Heeft een paar jaar niet op de Formule 1 games gereden. Maar kan absoluut gaan verrassen. En dit is de kalender dan. We gaan 22 races doen dit jaar, waaronder de nieuwe circuits helemaal aan het einde van het seizoen. Wordt een lang eerste seizoen dus, dat helemaal tot 29 januari loopt. De races zijn trouwens elke zaterdag om 17:15 live te zien op het kanaal van Slipstream League Racing. Wil je mijn races live kijken? Kijk dan in de omschrijving van deze video voor het kanaal van Slipstream League Racing. 17:15 op zaterdag. Ja, en daar zijn we dan. De allereerste League Race van het seizoen hier op Bahrein. We zijn gek genoeg de eerste die een setup ingeladen hebben. En ook daadwerkelijk naar buiten gaan in de kwalificatie. Het is dus 18 minuten kwalificeren, korte kwalificatie. Iedereen heeft genoeg tijd om 3 runs te doen met de nieuwe softbanden elke keer. En daarmee proberen pole position te pakken. Wij beginnen aan onze outlap. En dan zitten we eigenlijk al gelijk in een eerste poging. Eerste snelle ronde. We zijn dus de eerste die zometeen over start-finish heen komen. Begin van de kwalificatie is het gewoon verstandig om gewoon een ronde neer te zetten. Hoeft niet de allersnelste ronde te zijn, maar dat je gewoon iets, iets competitiefs hebt staan. Een bankerlap wordt dat ook wel genoemd. En die zijn we nu aan het neerzetten. Het is zeker niet de allersnelste. Want er zaten genoeg fouten in dit rondje. We komen hier de laatste bocht uit, start-finish op. En waarin gaan we dan openen? We moeten eigenlijk kijken naar een lage 25er, maar het wordt een 25-6. En dat is niet een super goede eerste bankerlap. En er zullen ook genoeg mensen zijn die daar vrij snel onderdoor gaan. Maar we hebben in ieder geval een tijd staan. Dan hebben we halverwege de sessie onze tijd verbeterd met een 1.25.4. Maar je ziet het, hè? We staan 16e. De grid is zo competitief dit jaar. Nu heb ik ook niet echt veel geoefend. Ik heb 2 uren competitief gereden op deze game. En met
ja, custom setups. Ik heb al die tijd heb ik alleen maar een beetje career gedaan. En ja, Breaking Point, de video's die jullie eerder natuurlijk hebben gezien op dit kanaal. En dit is eigenlijk, ik heb maar 2 uurtjes echt competitief gereden met een hele andere setup. Terwijl we hier in onze Outlap wat rijders er langs laten die in een snelle ronde zitten. Gaan keurig netjes aan de kant. Maar er is dus werk aan de winkel. We staan 16e. Komen we aan het einde van ja, de Outlap. En dit is dan de snelle ronde. Dit was mijn snelste tijd in de kwalificatie. Dus ik neem jullie mee dit rondje. Gele vlaggen. Dus iemand die aan het wachten is en ons er langs laat. We komen hier over start-finish. Aanremmen bij 100 meter. Daar links in beeld. Heel klein bordje. Dan laat je hem hier iets wijd lopen. Auto zo snel mogelijk recht en vol op het gas. En dan probeer je je snelheid mee te nemen. Het heuveltje naar boven. DRS open. En dan is die aanremmen bij bocht 4 links. 100 meter bord. Daar iets voorbij rem je aan. Probeer een beetje de binnenkant te houden. Maar moet je de auto ook naar buiten laten lopen. Om weer vroeg op het gas te gaan. En dit is een lastig gedeelte. Snelle chicane op weg naar beneden. We zitten kleine 2/10 onder onze tijd. Tweede versnelling door deze bocht. Auto zoveel mogelijk recht. En dan pas op het gas. We rijden natuurlijk met alle assists uit. Hè? Iedereen. Er staat geen enkele assist aan. We zitten op dit moment 2,5/10 bijna te verbeteren. Ja, het veld zit heel dicht bij elkaar. Maar ik moet eigenlijk op zoek naar 4/5/10 verbetering. Om in ieder geval in die top 10 te komen. Komen we dan bij het tweede meetpunt. De kwalificatie zit erop. Tijd staat op 0. Iedereen wordt nu afgevlagd. Hebben we hier een goede exit? Hebben we redelijk. 2,5/10 nog steeds. We zijn niet gigantisch aan het verbeteren. En dus is het niet onze allerbeste kwalificatie. Hier is het belangrijk om in de vierde, sommigen nemen in de derde versnelling, goed doorheen te komen. Vroeg op het gas. Ja, dan gaan we bijna 3/10 verbeteren. Maar is het een 1,25-1,40. En je ziet het, hè? Daar sta ik maar 12e mee op deze grid. En hier zie je dus hoe dicht het bij elkaar staat. Kijk naar een van mijn goede vrienden, Marien. 1,24,936. Als ik 2/10 sneller was geweest, had ik op P9 gestaan. Vlak achter hem, 4000ste achter hem. Dus dat geeft wel aan hoe dicht het bij elkaar zit. Maar goed, mijn race pace is beter dan mijn kwalificatie pace. Is eigenlijk altijd zo geweest. En op deze game met maar 2 uurtjes oefenen. Terwijl sommige rijders al meer dan 100 uur in de game hebben zitten. En ik eigenlijk maar 2 uren... competitief rijden en zo'n 40 uur aan league races. Zal dit gewoon een belangrijke eerste race zijn om gewoon te overleven en proberen punten te pakken. En daar gaan we dan. Gaan we dat halen. 3, 4, 5 lampen staan aan. Als ze uit zijn, zijn we onderweg. Blijven lang aan. Daar gaan ze uit. Derde versnelling. Zetten we gelijk de overtakeknop aan. Hebben we toch wel behoorlijk wat wheelspin. En hebben we niet een hele goede start. Maar goed, Bahrein bocht 1. Weinig ruimte. Ik kies er verstandig voor om helemaal hier de buitenkant te pakken. Want je hoort al het geduw en getrek bij mij aan de binnenkant. En dat gaat ook mis achter mij. Koppie is een van de rijders die daar slachtoffer van is. En dus terugvalt. Hier voor me. El Sonny is aan het kijken bij Justin. Plaats hem daar ook aan de binnenkant. Justin neemt de buitenlijn. Ik neem ook de buitenlijn. En Sonny is daarmee Justin voorbij. En zitten Marine en El Sonny dus vlak achter elkaar in de McLarens bij elkaar. Ik verdedig hier een beetje de binnenkant, een beetje weer terug naar buiten. Probeer ik hier een iets andere lijn te pakken. Kan ik Justin nog niet pakken. Maar dan gebeurt het volgende. Daar hangt hij opeens geel. En Danico, mijn teamgenoot, heel zuur voor hem, gespind. Had een goede kwalificatie, stond derde. Dan pakt Hoed mij hier aan de buitenkant op de harde band. En dan denk ik wel even van, ik pak je gelijk terug. Maar dan denk ik van, ik kan beter mijn ERS sparen. Hij staat op de harde band, dus hem zullen we vanzelf wel weer een keer gaan inhalen. Ja, en hier pakken we iets te veel curb aan de binnenkant. Het is een nerveus begin van onze kant. Wat ik al zei, ik probeerde echt te overleven ook in het begin. En met deze game is het echt zo, met custom setups waar wij mee rijden. De curbstones zijn zo ontzettend gevaarlijk in dit spel. Als je daar iets verkeerd op zit en te vroeg op het gas gaat, ja, kun je gewoon spinnen en de hele auto verliezen. Danny zit alweer achter mij. Staat op de zachte band. Wij zijn teamgenoten. Wij zijn een team. En ik heb zoiets van, ik ga je er nu al langs laten. Want ik rij gewoon achter je aan. En dan sluit ik wel weer aan bij de rest. Ik ga niet mijn eigen teamgenoot ophouden die op een andere strategie staat. Daar zijn we gewoon niet bij gebaat. Vorig seizoen hebben we met z'n tweeën de constructeurstitel gepakt. Met Ferrari. En we gaan alsnog een poging doen om dat dit jaar weer te doen. Dus we laten Danny er weer langs. Geen goed begin van Danny. Ronde nummer 2.
Danny zit al aan de staart van Hood. Logisch ook, die staat op 2 compounds harder. En let op wat ik zei over die curbstones. We gaan hier iets te vroeg op het gas. Bijna gelijk de hele auto kwijt. Bryce Evolution ziet dat achter mij. Duikt gelijk mijn slipstream in. Maar die kan daar niets doen op dit moment. Maar hij heeft dat wel gezien. Hij ziet ook dat wij nog niet lekker in die wedstrijd zitten. En wil misschien best wel een beetje gaan vechten met ons. Maar dan komt er een virtual safety car. De eerste van deze race. Ik weet niet zeker. Volgens mij kwam er nog één in deze race later. Ik weet het ook niet meer zeker. Maar dit komt wel op een gunstig moment. Even rustig worden na die eerste twee rondjes. Waar we toch al bijna 2 keer de auto kwijt zijn geraakt. Ja, en deze virtual safety car blijft ook een hele tijd. Bijna het hele rondje. Hij gaat nu weer weg. En dan moet je zorgen dat je delta in het groen blijft. Nou, dan blijft hij bij ons. En wij zijn wakker. En we zitten eigenlijk gelijk weer aan de staart van de rest van het veld. Bryce achter mij heeft toch 16e moeten laten vallen. Klein gaatje naar hem. Wat mij natuurlijk ook wel uitkomt. En dan kunnen we misschien vanaf nu weer iets gewend aan zijn te worden. Terwijl Julius al geretired is. Kunnen we nu misschien iets in de wedstrijd komen. Danny is aan het inhalen voor me. We hebben nu natuurlijk ook DRS. En Danny weet daar makkelijk Hood in te halen. Die dus 2 compounds harder staat. Hood rijdt met een controller, heb ik begrepen. Dus die moet sowieso wat hardere banden nemen. Omdat zijn bandenslijtage anders te hoog is. Gaat misschien nog in ons voordeel werken. Komen nu in rondje nummer 5. We beginnen er beter en beter in te komen. De nervositeit is wat weg. Krijg je iets meer vertrouwen in de auto en de setup. En we zitten nu ook echt Hood hier op de staart. En dan zie ik hem hier dit moment hebben. En let op, ik probeer hier een dummy te doen. Buitenkant, binnenkant. Plaats ik hem wel. Hood stuurt in. Ja, logisch, hij zat ook wel voor mij. Beetje ambitieus van mijn kant. Maar ik dacht, ik probeer het toch. Voor hetzelfde geld pak ik hem daar. En trapt hij in mijn schijnbeweging. Dat gebeurde echter niet. Hij pakte de racelijn. Anyways, rondje nummer 6. Bijna ten einde. Hood is nu wel de DRS kwijt op Justin die voor hem rijdt. En dat betekent dat ik zo wel eens kan gaan inhalen. Want als je in een DRS-trein rijdt, als Hood ook DRS heeft, wordt het lastig inhalen op zo'n rechtstuk. Ondanks dat ik een compound zachter rijd. Maar omdat hij nu geen DRS krijgt, kan ik nu de motor uitzetten. Nu zit ik er mooi dichtbij. En Hood weet dat ook. Ik zet hier de batterij aan. Hij boost denk ik niet eens. Hij gebruikt zijn batterij denk ik niet eens. Echt heel erg. Hij weet dat ik sneller ben. En ik kan hem hier makkelijk inhalen in bocht 1. En dan moet ik een gat van 1,4 seconden naar Justin dichtrijden in ronde nummer 7. 1,2 is het nu trouwens. We zijn gelijk dichterbij aan het komen. We zetten ook iets van onze batterij in. We zitten nog op 64%. En zijn dus goed ERS aan het managen deze race. En dan is Danny hier weer gespind. Danny zag je daar heel even in beeld komen. Oh, wat een pech heeft hij. Mijn teamgenoot had hier gewoon de pace om op het podium te rijden. Maar verliest dus 2 keer de auto. Ja, dat geeft wel aan hoe glad die curbstones zijn. Uiteindelijk, Justin heeft El Sonny ingehaald. We zitten nu in ronde nummer 10. De rijders op soft hebben het zwaar. Er zit hier een hele trein aan auto's. Softrijders moeten deze ronde ook wel een beetje gaan pitten. Want hun banden gaan naar 70%. En die zijn er helemaal aan. Dus zij gaan van de soft naar de medium. Dan zullen ze 19 ronden oprijden. Of 18. Sommigen gaan in ronde nummer 11. En wij moeten dus op deze medium 18, 19 rondjes rijden. En gaan dan pas naar soft. Dus het feit dat we nu nog bij deze jongens rijden. Is heel erg gunstig voor ons. Want wij gaan aan het einde van de race naar de snellere band. Je ziet dat El Sonny het bijvoorbeeld zwaar heeft. Hè? Die banden zijn er echt helemaal aan. Let maar eens op met hoeveel meer grip ik hier deze bocht uit kon zetten. Ja, ik zit hem echt letterlijk in de versnellingsbak. Ik dacht heel even aan een inhaalactie. Dan zie ik dat El Sonny ook boost. Dan heb ik zoiets van, ik blijf wel heel even achter je zitten. Want hier krijg ik toch DRS en de kans is groot dat je een pitstop gaat maken. En El Sonny gaat hier de pits in. Wij denken nog heel even iets slipstream mee te pakken. Maar ja, niet echt veel toegevoegde waarde. En er zijn aardig wat mensen binnen. Heel wat softrunners zijn binnen, waardoor we nu op P5 liggen. Justin, Marine en volgens mij is het Etnik die rijden nog verder voor ons. Etnik was dus de seizoen 1 kampioen. Rijdt een goede race tot dusver. Heeft 2-3 jaar niet de Formule 1 spellen gespeeld, maar is gelijk weer snel. Rondje nummer 13, het einde daarvan. We zitten Justin nu op de huid. We liggen ondertussen tweede. Iedereen op de softs voor ons is gestopt. Wij zijn de tweede medium runner.
En dan gaat Justin hier naar binnen. Pak ik deze keer iets meer slipstream. En gaan we aan de leiding van de wedstrijd in ronde nummer 14. Wij zullen dus nog die pitstop moeten maken naar softs. En Justin verbaast me. Die gaat van mediums naar de harde band. Terwijl je hem gewoon op medium en soft kan uitrijden. En medium hard is zeker langzamer. Maar goed. Hij kiest daarvoor in ronde nummer 13 al. En ik heb nu Hoed achter me aan natuurlijk op de harde band. Die gaat ook nog wel een tijdje mee. En Bryce op de medium zit ook nog bij ons in de buurt. En daarachter heb je Luca en dat is de raceleider. En Luke Smit, Vexit, zit daar kort achter. Komen we in rondje nummer 14. We hebben Hoed ondertussen op 14e van ons zitten. We gaan ook geen ERS inzetten. Want ik weet dat Hoed gaat komen deze ronde met de inhaalactie. Hij zat er al een tijdje op de azen. En ik heb zoiets van, prima, jouw harde band is op dit moment beter dan mijn medium band. En ik rijd wel een ronde achter jou aan. Dan kan ik een beetje batterij sparen en gewoon DRS hier gebruiken. En redelijk wat snelheid houden. We hebben nog steeds 40% batterij, dus dat doen we eigenlijk best wel netjes. Dan komt ronde nummer 15 ten einde. En dan gaat Hoed hier dus de pits in. Die gaat naar de medium band. Wat ik al zei, rijdt op de controle. Heeft veel slijtage. En dus zijn Bryce, Evolution en ik de enige twee volgens mij nog over. Die op de mediums gestart zijn. En die nog niet naar soft zijn gegaan. En we moeten nog 2 à 3 ronden. Gap met Luca is 10 seconden. Dan moet je straks maar eens opletten wat dat gat is als wij gaan pitten. Zo snel komt hij dichterbij de komende 2 ronden. En dan hangt hier geel, is er iemand, Dane the Dangerous is geretired. En dan komt Bryce maar hier aanvallen. En ik snapte niet dat hij dit deed zo vlak voor de pitstops, want dit kost ons beide tijd. Wij proberen hem hier gelijk terug te pakken. Maak hier een soort van halve switchback. En dan willen we in zijn slipstream duiken, maar dan lift hij. Hij wilde ons er al langs laten. En gelukkig heb ik op tijd door dat hij snelheid mindert. Waarom Bryce dit precies deed, weet ik nog steeds niet. Het kostte ons allebei tijd. En hij schoot er niet echt iets mee op. Bryce gaat aan het einde van ronde nummer 18 naar binnen. En wij gaan aan het einde van deze ronde. Dat geef ik ook aan bij Jeff. Einde van deze ronde gaan wij onze pitstop maken. En ben ik benieuwd waar we uit gaan komen. We starten de race natuurlijk als 13e. En waar gaan we de pits uit komen? We hebben een redelijk lange stint gereden. Redelijk goed. Maar ook zonder verkeer. En gewoon eigen tempo. We zijn niet opgehouden. Terwijl mijn pitcrew van Ferrari klaar staat. Luca is me hier voorbij. Vexit komt me hier voorbij. Luke Smit. Rainbow komt er nu aan. Er komt een hele trein aan met Rainbow, Ethnic, El Sonny. Hoed komt daar langs. Die staat op mediums. Justin komt langs. Die heeft een gigantische undercut gemaakt. En daar heb je Bryce al. En Bryce heeft 1 ronde eerder gepit. En pakt daarmee zo'n 2 seconden op mij. Maar goed, mijn banden blijven beter tot het einde van de race. Het is 1,8 seconden ongeveer, 1,9. Wij gaan nu de achtervolging inzetten. Vanaf nu tot de vlag is het gewoon knallen. En die banden van ons blijven redelijk goed. We liggen 9e, we hebben dus punten te pakken. Het doel is bereikt. De Marine staat achter me op softs. Daar is iets niet goed gegaan met zijn pitstop. Die heeft per ongeluk de verkeerde banden gepakt. Dus zijn race valt sowieso in duigen. En dat is hij al een beetje gevallen. Ik was daar een beetje van in de war ook. Ik denk, hé, wat doet Marine opeens achter mij op softs? Dat gebeurt er dus. Einde van het rondje zie ik dat Bryce Evolution een soort disconnect teken bij zijn naam heeft staan. Ja, en die haal ik hier dus op start-finish in. Bryce niet meer in de auto. Zijn verbinding is weggevallen. Ja, en dan wordt het wel heel makkelijk voor mij om die inhaalactie te plegen. Nou ja, die plegen we hier ook. Niks aan de hand. We kunnen nu op jacht naar Justin. Zit al in zijn DRS. Dus het gaat heel makkelijk worden. Waarschijnlijk aan het einde van dit rondje gaan we Justin al inhalen. Ja, die rijdt ook op die harde band. Ik snap daar niks van. Maar goed, hij zal wel denken dat het sneller is. Als je nu het pace-verschil ziet. Kijk eens hoe snel ik er naartoe loop hier in die bochten. Ik rijd gewoon een paar tienden per bocht dicht op hem. Dan zit nog maar 4,5 tiende. Hier ook, hè, aanremmen kan echt veel later. Veel meer snelheid die bocht in. En dan zitten we op 2/10 van Justin. We hebben DRS, maar we gaan hier nog geen ERS gebruiken. We gaan Justin gewoon op het rechte stuk inhalen. We wachten gewoon nog heel iets langer. We dachten dat dat op dat moment het snelste was om te doen. Om toch nog wat van de ERS te sparen. Een extra DRS mee te nemen zo meteen het rechte stuk op. Maar Justin kost me hier natuurlijk wel een beetje aan tijd.
En daarvoor zit een gat van 6 seconden naar Hoed. En dat moeten we dus nog gaan dichtrijden. Ja, we hebben hier een redelijke exit. Justin verdedigt dit nog heel agressief. Maar ja, hier rijden we natuurlijk heel makkelijk langs. Justin kan dit niet verdedigen, kan hier niks tegen doen. Dus in rondje nummer 22 gaan we door naar P7. En met P7 was ik al wel blij geweest deze race. Startende van P13. Niet echt geoefend voor deze race. Dan ga ik de volgende race wel wat meer doen voor Spanje. Maar ik ben blij met mijn pace. Het is niet eens slechter dan de rijders om me heen. Nou ja, behalve de top 2, top 3. Die zijn wel echt duidelijk sneller deze race dan de rest. Maar wij met de andere strategie. Kijk eens, het gaat naar El Sonnys nog 5 seconden. Was net 6 seconden naar Hoed. Die jongens zijn ook met elkaar in gevecht. Maar we zijn dat gat aan het dichtrijden. Enige nadeel voor mij op dit moment is... het gat gaat wel naar beneden. En ze zijn ook echt met elkaar aan het vechten. Maar ze hebben allemaal DRS op elkaar. Dus, en ik heb geen DRS. Dus ik loop niet superveel in als dat ik had gehoopt. En dan is hiervoor iets gebeurd met Ednik. En Ednik is in een gevecht met Hoed gespind. Ja, dan heb ik hier een mazzeltje dat ik... Ednik, die valt gewoon... Opeens in mijn schoot en die kan ik zo dus gewoon makkelijk gaan inhalen. Zal niet moeilijk worden. Ednik heeft nu natuurlijk zelf ook geen DRS meer, want de rest rijdt 4 seconden verderop. Ja, Ednik pakt hier een soort van verdedigende lijn. Wat ik al zei, Ednik de kampioen van seizoen 1. Doet het goed hoor voor zijn eerste race. Jaren niet op de F1 game gereden. Is volgens mij altijd een groot talent geweest binnen SLR. Echt een hele snelle. Zal nu ook weer moeten wennen aan het spel. En Ednik is natuurlijk ook niet dom. Die weet dat ik op een zachtere band rij. Dat ik DRS ga krijgen. Dus Ednik zal dit niet te hard gaan verdedigen. En die zal waarschijnlijk die plaats gewoon gewonnen gaan geven. Ja, komt daar ook met wat overstudiebocht uit. Weet het hij eigenlijk ook wel. Laat mij er eigenlijk makkelijk langs. Zet geen ERS in, Ednik. Om ook zo min mogelijk tijd te verliezen. We hebben allebei hier gewoon de racelijn. We kunnen allebei op onze normale plek aanremmen. Het gat naar El Sonny is nu 4 seconden voor die vijfde plek. Hoed heeft wel een 3 seconden time penalty. Terwijl ik zag dat hij daar Rainbow in haalde. Het lastige voor mij is dus nu. Ik kan dat gat niet helemaal dichtrijden. Omdat die jongens voor me allemaal DRS op elkaar hebben. En ik heb geen batterij meer. Maar 11%. Ga naar ronde 27. Gat is nog 2 seconden. En dan doet Hoed opeens dit. Die gaat opeens nog pitten voor Fastest Lap. Hoed is een reserverijder. En die had waarschijnlijk zoiets van... het interesseert me allemaal niet zoveel wat ik doe. Ik ga gewoon voor Fastest Lap. Rare beslissing, maar ja, dat mag hij zelf weten. Maar daardoor hebben wij nu wel P5 gewoon te pakken. Dat gaat naar El Sonny 2,5 seconden in, met 2 ronden tijd. Dat ga ik nooit meer redden. Ik heb geen batterij, kijk maar. Ik heb Ednik nog wel op 2,5 seconden gereden in die laatste ronde. Terwijl Luca hier de race wint. Maar goed, we pakken een vijfde plek. We gaan van P13 naar P5 in deze race. Bleven uit de problemen. Hebben de strategie laten werken. En zo kunnen we tevreden zijn met deze race. Pakken we gewoon goede punten hier. El Sonny knap gedaan hoor. Vierde plek. En ook voor de jongens op het podium is dat knap. De game geeft mij uiteindelijk driver of the day. We zijn hier aan boord bij Danny. Dit is niet mijn helm. Danny weet nog terug te knokken naar P9. De game geeft mij driver of the day. Ja, 8 posities gepakt deze race. Een paar gelukkig gekregen. Maar we hebben toch goede punten weten te pakken in die eerste race. Ondanks dat we niet echt hebben geoefend. Maar deze man, Luca, wint de race van Vexit, Luke Smith. En Rainbow wordt derde. En dat geeft ook wel aan dat Luca echt snel is. Jari is denk ik nog net iets sneller dan deze 1 en 2. Maar dat gaan we allemaal zien na 3 races. Want zowel Jari, Damien als Jay hebben nog 3 racebands van vorig seizoen. Lang verhaal, maar die zijn er pas na 3 races bij. En dan is dit de uitslag van de race. Ja. Uiteindelijk maar op 11,5 seconden van Luca geëindigd. Hè? Over een hele race. Met verkeer, met de andere strategie. Dus daar kunnen we best blij mee zijn. Podium zat er net niet in, maar we hebben wel goede punten gescoord. Dan is dit natuurlijk nu ook de stand in het kampioenschap. Niks spannends aan, want dat heb je eigenlijk net bij de resultaten gezien.
Nee, je ziet onderin Damien, Jay en Yari stromen dus pas na 3 races in. Die zitten nog 3 racebands uit van vorig seizoen. En dan is dit de stand van de constructeurs. Haas aan de leiding, Alpine daar kort achter, Mercedes daar kort achter. En dan Ferrari, McLaren en de rest van het spul. Vierde plek voor Danny en ik, voor Ferrari. Maar ja, er zijn veel races te rijden. We zitten in ieder geval vast in die top 4. Dat is een redelijk begin. En dan was dit de video van deze keer, jongens. Ik hoop dat jullie hem tof vinden. Er gaan veel meer League Racing video's komen. Er wordt een lange serie als het goed is. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal als je nieuw bent en dit soort video's vet vindt. Like deze video. Laat een reactie achter. En dan hoop ik jullie snel te zien voor een nieuwe video. Tot ziens.